In het Justitiepaleis van Antwerpen heeft minister van Justitie Vincent van Quickenborne vrijdagmiddag het welzijnsonthaal geopend. Daar kan je zonder afspraak terecht voor juridisch advies, maar ook voor welzijnshulp. Het is een plek waar je als rechtsonderhoorige, als burger, terecht kunt niet alleen om een advocaat te vinden, maar ook om bijvoorbeeld verschillende griffies te kunnen raadplegen en ook, als het moet, advies in te winnen op vlak van welzijn. Dit welzijnsonthaal is het eerste in zijn soort in een Belgisch justitiepaleis. De rechtbank merkte dat er hier heel veel mensen over de vloer komen op het justitiepaleis. Ook heel veel mensen die wel eens hulp zouden kunnen gebruiken. En voorheen was daar geen aanbod voor. En er is een samenwerking ontstaan tussen de rechtbank en de parketten van het Vlinderpaleis, de balie van de provincie Antwerpen, CAW Antwerpen en de stad Antwerpen. En allemaal samen organiseren wij hier een onthaal waar mensen zonder afspraak gewoon terecht kunnen. De minister is ervan overtuigd dat dit project een bijdrage kan leveren aan een meer menselijke justitie. Menselijke justitie betekent ook dat het eenvoudig is als men aankomt, dat men niet van het kastje naar de muur wordt gestuurd. En dankzij dit initiatief in Antwerpen wordt er nu wezenlijk een verschil gemaakt.